Lijkt het jou een uitdaging om op dag 1 met de CFO als mentor in de boardroom te zitten en op dag 2 aan de slag te gaan bij de grootste olieraffinaderij ter wereld in Qatar? Dit Nederlandse bedrijf, 187 jaar geleden opgericht, biedt dat allemaal. Wij zijn uitgegroeid tot een wereldwijde speler in de olie-, gas- en energiemarkt, dankzij goed management. Van tandwielkasten voor olietankers tot pijpleidingen in de jungle van Colombia, we bouwen ze allemaal. Om dit nog eens 187 jaar vol te houden, hebben we het juiste management nodig. En daar kom jij bij kijken. Ik heb in Delft werktuigbouwkunde gestudeerd en ik werk nu op de afdeling Corporate Development. Ik ben bezig met fusies en overnames. Dat heeft eigenlijk helemaal niks met mijn studie te maken. Maar daardoor is het wel heel interessant en leer ik een hoop nieuwe dingen. Mijn laatste opdracht van traineeship heb ik in Colombia mogen doen en daarna is mijn uitstroomfunctie aangeboden in Bogota. Mijn mentor heeft mij voorgesteld aan Tony, dat is de directeur van het Midden-Oosten. Met hem ben ik gaan kijken wat er eigenlijk beter kan in het Midden-Oosten. En zo'n logistiek gebied zijn er nogal wat problemen op een raffinaderij. En met hem heb ik daarna mijn opdracht geformuleerd. Gelukkig werd mijn ondernemerschap tijdens mijn traineeship ook al veel op de proef gesteld. Ik heb onder andere marktonderzoeken gedaan, groeistrategieën uitgewerkt. Ik heb leiding gegeven aan de productieafdeling en ik heb meegeholpen met het opzetten van een joint venture in het Midden-Oosten. Ik heb ook veel gereisd. Tijdens mijn studie ben ik veel bezig geweest met theoretische plannen. Nu is mij de kans geboden om te kijken of ik deze daadwerkelijk ook kan uitvoeren in de praktijk in de woestijn van Qatar. In oktober wordt er een grote acquisitie afgerond van een Italiaans familiebedrijf met 150 miljoen omzet en bijna 900 werknemers. De aankomende maanden zullen deze in het teken staan van de onboarding van deze organisatie. Afgelopen maanden ben ik bezig geweest met de verkoop van een bedrijfsonderdeel in Nederland. Voor de komende 2 jaar ben ik de mentor van Bas. Dat betekent dat ik tijd voor hem maak. Dat betekent dat ik met hem praat over zijn ontwikkeling. Dat betekent dat ik met hem praat over zijn carrière. En dat betekent ook dat ik heel veel leer van Bas. Want die komt natuurlijk met allerlei leuke, jonge, nieuwe ideeën aanzetten. En die interactie, dat gesprek, die ontwikkeling mee aan daaraan bijdragen, dat is echt fantastisch. Dat is hartstikke leuk. En dat doe ik niet alleen, dat doen met mij veel collega's. Dus elke management training binnen de onderneming wordt zo op zo'n manier intensief, constructief, plezierig begeleid. Want plezier en hard werken gaat heel goed samen. Ambieer jij een traineeship op het snijvlak van management en techniek? Solliciteer dan bij ons.